Wat ik eigenlijk hoop teweeg te brengen met mijn functie bij Omroep Zwart is dat elke Nederlander zich vertegenwoordigd voelt in de Nederlandse samenleving, in de media. Ik ben Saskia Piquet, ik ben 39 jaar, woon en werk in Rotterdam. Ik ben begonnen als creatief producent. Ik werk nu voornamelijk als art director en stylist in audiovisuele producties. We staan hier in het Lloydkwartier, de Rotterdamse wijk Delfshaven. Deze wijk straalt creativiteit uit, authenticiteit, vrijheid, diversiteit. En dat zijn allemaal waarden die voor mij heel veel betekenen. Ik ben begonnen als creatief producent. Ik werk nu voornamelijk als art director en stylist. Voornamelijk met een maatschappelijk thema. Ik ben oprichter van de Hip-Hop Honeys, een diverse casting agency. Ik ben docent en leercoach. En ik ben onlangs de nieuwe directeur van het Metropolis Festival. Met het Metropolis Festival streef ik ernaar om jong talent, Rotterdam, de Rotterdammers, de bezoekers van Rotterdam, met elkaar te verbinden. De verbinding is een rode draad in mijn carrière eigenlijk. Ja, een element van wie ik ben en van waar ik voor wil staan en wat ik doe. Ik ben Chantel Rogers, Rotterdammer, Surinaamse. En ik werk op dit moment bij Music Matters. Dat is een talentontwikkelaar op het gebied van muziek. Dus wij maken eigenlijk programma's en projecten om kinderen kennis te laten met muziek. Ik heb stedelijke sociologie, stadssociologie gestudeerd hier aan de Erasmus. Na mijn studie ben ik allerlei verschillende dingen gaan doen in het sociaal domein. Dus eigenlijk advieswerk. En toen op een gegeven moment ging mijn hart kloppen voor de cultuursector. Toen bij Music Matters gesolliciteerd. En daar nu de afgelopen 3 jaren mooie dingen kunnen doen. Ja, ik ga dus bij Lantaren Venster werken. Lantaren Venster is een podium filmhuis. En ik word daar directeur. Ik ben muziekfilmliefhebber. Maar daarnaast staat Lantaren Venster voor open, voor kwaliteit, voor toegankelijkheid, voor kansengelijkheid. Dat zijn allemaal dingen die ik ook heel erg belangrijk vind. Dat eigenlijk iedere Rotterdammer, klein, groot, oud, jong, de kans krijgt om in contact te komen met cultuur. En zich daarin te kunnen ontwikkelen. Ik ben Sherina Leerdam, 31 jaar, woon in Rotterdam en ik ben journalist en programmamaker. We staan nu onder de luchtsingel bij de Hofbogen. En ik vind het eigenlijk een hele fijne, chille plek hier, omdat het iets rauws is, maar ook wel iets zachts heeft, omdat je je geborgen voelt door alle hoge gebouwen hier. Ik ben vorige week begonnen in mijn nieuwe functie als hoofdredacteur bij Omroep Zwart. Het is een omroep die eigenlijk is gestart vanuit activisme. Groepen mensen in de samenleving die zich weinig vertegenwoordigd zien worden op televisie. En wij als omroep hopen daar echt verandering in te gaan brengen. Nieuwsgierigheid, een open houding en luisteren naar mensen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Nieuwsgierigheid is echt ook iets wat mij heeft getriggerd om ooit journalistiek te gaan studeren. Dus echt het op zoek gaan naar verhalen van mensen. Een open houding hebben, luisteren. Ook luisteren naar mensen die zich ongehoord en ongezien voelen. Het doet me echt heel goed als ik merk dat er steeds meer vrouwen van kleur in topposities belanden. Het heeft eigenlijk gewoon veel te lang geduurd, maar we're getting there. Ik vind het mooi dat ik meer vrouwen zie die er zo uitzien als ik op bestuurlijke functies en andere belangrijke functies. Het is nog niet voldoende. Toen ik de berichten ook binnen zag komen dat mijn collega's de betreffende functies hebben mogen betreden, kreeg ik een heel warm gevoel van binnen. Ik denk namelijk dat het nodig is en dat het tijd is. Dit is een functie die, waar je ook een beetje een voorbeeldrol hebt, denk ik. Ook voor jonge meiden van kleur. Die mogelijk ook op een gegeven moment in een bestuurlijke functie willen landen. En ik denk dat ik het belangrijk vind om te zorgen dat die ruimte ook gecreëerd wordt. Hè? Each one teach one. Ik hoop natuurlijk met heel veel mooie projecten impact te maken in de stad. Verbindingen te leggen, jong talenten verbinden met de Rotterdammers, met de Rotterdamse cultuur. Ik hoop ook dat mensen dan zeggen, hey, kijk eens naar Omroep Zwart, hoe zij dat hebben gedaan. En misschien dat ik ook wel trainingen zou kunnen geven in het bedrijfsleven.
of bij andere omroepen. Om te kijken dat we het dus niet alleen bij Omroep Zwart doen, maar dat heel Nederland zo gaat worden. Ik heb wel heel veel zin in de toekomst, dat kan ik je wel vertellen.